Wie is eigenlijk de baas op het internet? Is dat Google, de overheid of ben jij dat? Kom erachter in de serie De Baas op het internet. Missie 2. Bouw het internet. De Baas op internet is ontwikkeld door Waar, Bits of Freedom en Netwerkdemocratie. Ga naar debaasopinternet.nl als je meer informatie wil. Als je de eerste missie hebt gedaan, heb je al ontdekt wat privacy op internet inhoudt. En dat het meestal van de context afhangt welke informatie je met wie wilt delen. Je hebt in kaart gebracht met wie en via welke apps je via internet communiceert. En doordat er bedrijven achter deze apps zitten, het niet altijd helemaal duidelijk is welke informatie precies met wie gedeeld wordt. Maar hoe verplaatst die informatie zich eigenlijk over internet? Oftewel, hoe zit internet technisch in elkaar? Het internet is een web. Het is een wereldwijd netwerk waarover informatie gedeeld wordt. Iedereen die gebruik maakt van internet sluit zich aan bij dit netwerk. Steeds meer mensen, apparaten en voertuigen zijn aangesloten op internet. Kan jij nog zonder internet? Je merkt meestal hoe belangrijk internet voor je is als het internet het even niet doet. Iets groots en belangrijks zoals het internet is meestal niet zo mysterieus en ongrijpbaar als het lijkt, als je weet hoe het werkt. In deze missie ontdekken we uit welke onderdelen de techniek van het internet bestaat en hoe deze onderdelen samenwerken. Wat heb je daarvoor allemaal nodig? Je hebt nodig een print van de werkbladen die horen bij module 2 internet. Hieronder vind je een linkje naar het pdf-bestand. Stiften of potloden. Een leeg vel papier, een schaar. 5 schuursponsjes, 4 houten prikkers, 10 rietjes en plakband. Hoe denk jij dat het internet werkt? Stel, je stuurt een Snapchat-berichtje naar een klasgenootje. Hoe komt het bericht dan van jouw telefoon naar die van je klasgenoot? Zet zo dadelijk deze video even op pauze en teken dan op het vel papier de reis die jouw bericht aflegt, plus alle onderdelen van internet die jouw bericht tegenkomt. Voor de toegang tot internet gebruik je je wifi-netwerk thuis. Op welke plekken komt het bericht? In welke landen? Welke techniek wordt er gebruikt? Gaat je bericht door de lucht of onder de grond? Als je klaar bent, druk je weer op play en laat ik je zien hoe ik de reis heb uitgetekend. Zet de video maar even op pauze terwijl je dit doet. Is het je gelukt? Het internet lijkt misschien onzichtbaar, maar dat is het niet. Het internet is een netwerk van verbindingen tussen computers, overal ter wereld. Al deze computers zijn via kabels met elkaar verbonden. En doordat ze verbonden zijn, kunnen ze direct met elkaar communiceren of praten. Deze computers worden servers genoemd. En op al deze servers staat informatie in de vorm van webpagina's opgeslagen. De servers hebben allemaal een eigen naam, bijvoorbeeld google.nl of snapchat.com. Nu vraag je je misschien af of jouw computer thuis of je telefoon ook een server is. Nee, dat is het niet. Jouw eigen computer of telefoon wordt een client genoemd. Ze zijn namelijk niet continu verbonden met het internet, maar maken verbinding via je internetprovider. Bijvoorbeeld Ziggo of KPN. Een voorbeeld. Stel, je stuurt vanuit huis een snap van je hond naar een klasgenootje. Je bericht gaat draadloos door de lucht naar de wifi-ontvanger in je huis. Vanuit deze ontvanger, of router, gaat het bericht via een kabel de grond in. Via dikke kabels onder de grond wordt je bericht door jouw internetprovider naar het Snapchat datacenter gestuurd. Datacenters zijn hele grote gebouwen die volstaan met servers of computers om jouw bericht en alle berichten van anderen op te slaan en door te sturen naar de juiste ontvangers. Daar wordt je bericht doorgestuurd naar jouw klasgenootje. Het bericht gaat via dezelfde kabels onder de grond via de internetprovider van je klasgenootje naar zijn of haar wifi-ontvanger thuis. En draadloos door de lucht naar haar of zijn telefoon. Nou, eens kijken. Lijkt mijn tekening een beetje op die van jou? Zoals je ziet bestaat het internet eigenlijk uit een web van internetkabels. Over de hele wereld liggen grote, dikke glasvezelkabels, veilig in de grond of diep over de zeebodem. Dit zijn de snelwegen voor het internetverkeer. Met de snelheid van het licht kan er een heleboel data tegelijkertijd heen en weer gestuurd worden. De website Greg's Cable Map, cablemap.info, laat goed zien hoeveel internetkabels er over de wereld lopen. Die kabels vervoeren de informatie die wij met elkaar via internet uitwisselen. We gaan het internet nabouwen om goed te begrijpen hoe het werkt. In een tweetal challenges bouw je de reis die je berichten afleggen via het internet. Internet is dus eigenlijk een groot netwerk met allemaal onderdelen die met elkaar in verbinding staan. De schakels waarmee we gaan bouwen zijn datacenters, kabels, wifi-routers, 4G-zendmasten, laptops en smartphones. Knip nu eerst de kaartjes van het werkblad op pagina 6 uit.
Zet de video maar even op pauze terwijl je dit doet. Pak nu de sponsjes en knip een inkeping in ieder sponsje. Hier zet je straks een kaartje rechtop in. Knip nu ook in de zijkant van de sponsjes een gaatje, zodat je er een rietje in kunt steken. Pak de sponsjes met een wifi of 4G netwerkkaartje. Zet een prikker rechtop in de spons en aan de prikker bevestig je met plakband een horizontale cirkel, gebogen van twee rietjes aan elkaar. Dit is de draadloze zender en ontvanger. Met een rietje kun je twee sponsjes aan elkaar verbinden. Dit is een internetkabel. Stel, je zit met je laptop op wifi en surft naar Google om het weer te checken. Bouw nu zelf met de sponsjes en rietjes de weg over het internet na die nodig is om deze challenge succesvol te volbrengen. Zet de video op pauze en druk op play wanneer je klaar bent. Dan laat ik je zien hoe ik deze challenge opgelost heb. Nou, eens kijken. Je laptop maakt draadloos verbinding met de wifi-router. Dan via een kabel naar het datacenter van Google en via dezelfde weg terug. Is het jou gelukt? Mooi, dan nu een moeilijkere challenge. Je zit met je telefoon op een 4G-netwerk en stuurt een Snapchat naar twee vrienden die ook op 4G zitten. Bouw nu ook deze challenge. En hoe ging die? Jouw telefoon maakt draadloos contact met een 4G-zendmast, via een kabel naar het datacenter van Snapchat, dan via een kabel naar de 4G-zendmast in de buurt van je vrienden en draadloos naar hun telefoons. Op het werkblad staan nog twee challenges. Als je zin hebt, kun je ook die oplossen. Uiteraard kun je ook je eigen challenge bedenken en bouwen. In deze missie heb je ontdekt hoe het internet in elkaar zit. Je hebt gezien dat het eigenlijk gewoon een groot netwerk is van servers die via dikke kabels met elkaar verbonden zijn. Via deze servers en kabels wordt informatie rondgestuurd. Maar is dat eigenlijk wel veilig? En wie kan eigenlijk allemaal bij de informatie die daar rond wordt gestuurd? En wat als je wil dat jouw bericht echt alleen gelezen wordt door de ontvanger? Hoe doe je dat? Dat kan met geheimtaal bijvoorbeeld. En op internet heet dat encryptie. In de volgende missie gaan we berichten versleutelen en ontcijferen met verschillende geheimtalen. Maar voor nu heb je je tweede badge verdiend. Tot de volgende missie.